Het was gebruikelijk in de 19e eeuw dat panoramaschilderijen gingen over een exotisch oord, een bestemming waar je normaal nooit zou komen, of een heroïsche veldslag, in ieder geval iets waar veel te zien was wat je niet kende. En Messach koos ervoor om juist een heel bekend uitzicht in zijn panorama te vereeuwigen, namelijk het landschap om hem heen vanaf het Seinpelsduin. Dat was risicovol, want iedereen kende die plek. En dat betekent dus ook dat hij heel precies moest zijn in hoe hij dingen vereeuwigde op het panorama, want iedereen kon het checken met de realiteit. En dat gold vooral voor het dorp Scheveningen. Daar moest echt elk huisje helemaal goed staan, want de bewoners van Scheveningen konden ook naar dit museum en ook kijken hoe hun huisje erop stond. We hebben ontdekt dat vooral dit gedeelte, dus dat dorp Scheveningen, voor Messdag problematisch was. Dat zien we bijvoorbeeld in deze olieverfschets van Messdag. We zien het dorp Scheveningen liggen in een duinpan. Maar qua perspectief klopt er niet zo heel veel van. En ik denk dat Messdag er al vrij snel achter kwam dat dit gedeelte van het panorama niet voor hem was weggelegd. Is natuurlijk ook wel interessant dat hij dat durfde toe te geven. En dat hij dan iemand anders vroeg, namelijk Breitner. En dit is een heel mooi voorbeeld van hoe hij te werk ging. Het is echt een werktekening. Dat zie je ook aan alle vlekken die erop zitten. Het is echt gebruikt. Daarom ook super leuk om nu te kunnen laten zien. Dus we zien weer die daken van het dorp Scheveningen. Maar nu heeft Breitner heel netjes die hele tekening in vakjes verdeeld. Die vakjes hebben ook nummers gekregen. En die nummers corresponderen weer met vakjes die we ook aan de onderrand van het grote panoramadoek zien. Dus hij kon eigenlijk heel netjes die verschillende segmenten overbrengen op het panoramadoek, zodat het ook zou kloppen. Wat ook heel leuk is aan deze tekening, is dat verschillende details later terugkomen op het panorama. Dus Breitner die dacht al, oh, hier moet een hondje. Of hier moet iemand die door de straten loopt. Maar ook, hier moet de poepkar van Scheveningen. In Scheveningen was nog geen riolering, geen toiletten zoals we die nu kennen. Dus mensen die hadden een emmer waar de ontlasting werd opgevangen. En die werd elke week opgehaald door een paard met wagen. En die heeft Breitner hier verbeeld omdat het zo ontzettend typisch was voor Scheveningen. En die zien we ook later weer terug op het panorama. Nou, nu we alle andere kunstenaars de revue hebben laten passeren, denkt u misschien, maar wat heeft Messdag dan gemaakt? Hij was natuurlijk de grote projectleider, de grote baas. En zelf schilderde hij zijn specialisme, de Scheveningse vloot met bommen. We zien ze hier liggen op het strand, ze worden gerepareerd. Het haringseizoen komt eraan, dus ze moeten binnenkort uitvaren. En je ziet ook nog wat schepen in het water liggen. Dit is het onderwerp waar Messdag bekend om stond en hij heeft het nog nooit op zo'n grote schaal verbeeld. Dus hij was hier zelf ontzettend tevreden mee. We hebben net ook onszelf afgevraagd van wat heeft het werken aan het panorama nu die andere kunstenaars opgeleverd. Maar die vraag kunnen we ook voor Messdag stellen. Wat heeft het hem opgeleverd? Ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Het liet zien wat voor fantastische organisator Messdag was. Het lukte hem om die deadline te halen. Op 1 augustus 1881 gingen hier de deuren open. Het was hem gelukt om een team van verschillende kunstenaars samen te laten werken. Dus verschillende handen die eigenlijk hun eigen kunstenaarschap ondergeschikt maakten aan het geheel. En het was het mooiste visitekaartje voor de Haagse school. Dat de kunstenaars van de Haagse school zich konden bedenken. Daarnaast was er ook een zekere invloed op zijn eigen populariteit. Hij vond het zelf zijn beste werk ooit. En dat vonden eigenlijk de journalisten ook. En toen de mogelijkheid kwam om het te kopen in 1886, deed hij dat ook meteen. En hij richtte dit hele museum in als een solo museum gericht op hemzelf. Waarbij natuurlijk dit panorama zijn eigen artistieke hoogtepunt was. En het is echt dankzij Messdags eigen inventiviteit, creativiteit te danken dat we dit prachtige werk nog steeds kunnen bezichtigen.